Het Ovense Correspondence Dinner. In navolging van Barack Obama en Mark Rutte was het afgelopen weekend de beurt aan Lisbeth Spies. De burgemeester van Alphen aan de Rijn nam de lokale pers, online media en columnisten op de hak. Nou ja, op de hak. Spies deed een goed bedoelde poging. Ze bleef politiek correct, maar had af en toe wel degelijk de lachers op de hand. Evelien Verhoeven had dat niet eens nodig, want haar verhalen worden zodanig voorbereid dat ze soms al geschreven zijn voordat de gebeurtenis überhaupt heeft plaatsgevonden. Maar laat ik de jongens van Studio Alphen niet vergeten. Liever een journalistieke luis in de pels dan een schoothondje aan de lijn. Gemakzucht leidt nou niet bepaald tot hoogstaande resultaten. Kijk alleen maar naar de aanbesteding van het gemeentenieuws, waarbij het Witte Weekblad niet eens de moeite nam om de vragen die bij de aanbesteding hoorden allemaal in te vullen. Het Alphens Nieuwsblad kaapte de opdracht voor hun neus weg. Dat is misschien een beetje zuur, maar ook terecht. Een echte krant neemt nooit iets voor vanzelfsprekend aan. De politiek is net als de journalistiek een vak. Vraagt u dat anders gerust nog eens na bij de heren Kaptein en Van der Schoot, die een korte, doch hevige romance met good old Wil Verschuur van Beter Alphen beleefden. Hoe snel liepen zij niet een blauwtje, omdat ze zich wat al te lichtzinnig op onbekend terrein begaven. Mannen, had nou gewoon naar die tegeltjeswijsheid geluisterd van schoenmaker blijft bij je leest. Verder bleef Spies vooral dicht bij zichzelf. Uiteraard ontbrak het Julianenbrugongeluk niet. Ze nam openlijk een voorschot op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en beschreef de dag na het brugongeluk. Goed nieuws is geen nieuws in jullie ogen. Liever hebben jullie bloed aan de paal of spelen jullie het spelletje Barbertje moet hangen. Maar als u uw journalistieke verantwoordelijkheid serieus neemt, laat ons dan de onze nemen door aan te pakken en niet door af te treden. Toen duidelijk werd dat er geen menselijke slachtoffers waren, besloot u dat er toch maar bloed moest vloeien. En dit keer was het mijn hoofd dat op het hakblok werd gelegd. Die potentiële lynchpartij belandde zelfs in een column van Joep van het Hek. U begrijpt dat ik wel eens leukere weekenden heb gehad. Het betekent wel dat ik in mijn vakantieplanning rekening heb gehouden met de plaatsing van de Maximabrug. Ik ben er niet. Ik ben op vakantie. Maar wees gerust, eerste loco Kees is wederom in de buurt als uw rots in de branding. Na Spies was het de beurt aan columnist Dennis Kaptein. Hij ging zijn licht laten schijnen op de Alphense politiek. Maar Kaptein begon over zijn eigen politieke avontuur bij Beter Alphen, de partij van Wil Verschuur. Ooit in een heel ver verleden, ik denk dat de meesten zich dat niet meer kunnen herinneren, ik ook bijna niet meer, was ik aangesloten bij Beter Alphen en ik was commissielid. Michiel die hing er een beetje bij, maar ik moest echt opdraven als commissielid. En ik zeg het eerlijk, het was niet veel. Ik maakte er niet veel van. En Wil zag dat. Dus na een paar maanden kikten ze me uit de partij. En ik vind het ook gewoon helemaal terecht. Het is gewoon terecht. Ik moet het ook nooit meer doen. Gewoon nooit meer doen. Het blijkt dat ik jaren na data nog steeds ben ingeschreven als commissielid van Beter Alphen. En toen dacht ik, als Wil Verschuur haar 100 euro niet declareert, dan doe ik dat gewoon. Ja. En je denkt dat het niet waar is, maar het is wel waar, hè? Ik zal je vertellen wat er gebeurd is. Het wordt nog veel gekker. Ik heb dus 100 euro gedeclareerd als commissielid van Beter Alphen. En wat schetste mijn verbazing? Afgelopen woensdag kreeg ik 100 euro gestort op mijn rekening. Maar daarna waren de huidige raadsleden en wethouders aan de beurt. Wie ook ontbreekt is Harre van der Nat van de SP. En dat vind ik best wel jammer, want Harry is op zich niet de gezelligste, hè? Je mag wel zeggen, het is een prima kerel, maar hij is niet de gezelligste. Het is een beetje een brompot, ja. Maar geef hem een paar biertjes, dan hangt hij aan het eind van de avond aan de kroonluchters. Dus eerlijk waar. En dat gaan we vanavond missen. En dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. En er is eigenlijk heel weinig gebeurd. Er is een brug gevallen. Voor de rest is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Behalve de affaire tussen Pauline Heikoop en Wil Verschuur. Weet u het nog? Ja. Oh, dat was toch de bitchfight van de eeuw, of niet?
Daar hebben we toch met z'n allen van gesmuld, laat me eerlijk zijn. Wil kan er niks aan doen. We weten allemaal wat Wil zo nu en dan uitkraamt. In de raad en daarbuiten. En ja, dat is een psychische aandoening, is dat. Daar kan zij niks aan doen. Nee. Er staat ook een psychisch woord voor. Er is een officieel woord voor. Dat heet Gilles de la Tourette. Ja. Nee, dat gesprek ging als volgt. Beste Pauline, luister nou eens. Rotwijf. Moet je nou eens naar me luisteren? Kan ze niks aan doen. Weet je wie ook kleur aan de politiek geeft? Gerard van As. Hij zat al te wachten wanneer noemt hij mij nou eens. Nou, bij deze hoor, Gerard. Die ben genoemd. Ja. Mijn broer Pierre. Die kent haar veel beter. Pierre is ook in de zaal. En Pierre die heeft met haar op het Christelijk Museum gezeten. Ze doorliepen samen het VWO. En ze zaten met elkaar in de klas. En laatst zei Pierre tegen mij. Hij zegt, ja joh, ik heb nog met Spiesbed in de klas gezeten. Ik zeg, Spiesbed? Liesbed? Nee, zegt hij, Spiesbed. Ik zeg, hoe kom je nou bij Spiesbed? Hij zegt, nou, zo noemden wij haar altijd. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, geen idee. Maar iedereen noemde haar zo. Nou, ik denk dat Pierre het nu niet in zijn botte hersen zou halen om de burgemeester Spiesbed te noemen. Na afloop van de speeches van Spies en Kaptein was er een barbecue voor de aanwezige journalisten, mediavertegenwoordigers, communicatieadviseurs, politici en ondernemers. De opbrengst ging naar het goede doel. Stichting Vakantiespel kan ongeveer 3500 euro tegemoet zien.